Een topstick van de wereldvernemde Friese kunstenaar Laurens Alma Tadema is na goed 100 jaar opdoekt in het BBC-programma Antique Roadshow, wat wij kennen als Tussen Kunst en Kitsch. De timing kon net beter, want op 1 oktober opent het Fries Museum een grote tentoonstelling over Alma Tadema. En het Fries Museum mag het schilderij tentoonstellen. Dit is hem dan. Haast te mooi om weer te wezen. Nou, daarom konden wij het eerst ook zelf niet geloven. Dat is natuurlijk heel vreemd. Lijkt wel doorgestoken kaart. Het niet een goede marketingstunt? Nou, was maar waar. Dan deden we het vaker. De tentoonstelling wie eens al kleer door het schilderij Boppe Wetterkaam. Maar toch gaan ze er rondte voor maken. We dachten, hier moeten we echt een uitzondering voor maken. Te mooi om niet te laten zien. Het is een portret van Leopold Leeuwenstam, een etser die een freunweer van Tadema. Deze man heeft geholpen om Tadema beroemd te maken. Tadema liet prenten maken naar zijn schilderijen, want die verdwenen in collecties en hij maakte daar prenten van. En nou hing het schilderij tussen de prenten van de portretteerde. We hebben ze alleen maar een heel klein beetje hoeven opschuiven en ruimte maken voor dat portret van zijn belangrijkste etser. Dus nou, ook dat was eigenlijk heel toevallig dat dat zo mooi uitkwam. Het had bijna zo moeten wezen. Ja, alsof het erop zat te wachten.